Mario Groen. Ik ben gebiedsbeheerder van de mooiste gebied in het Hoekse Waard. Dat is de oude gemeente Korendijk. En daar doen wij vuilbeheer, de watergangen, wegbeheer. En vandaag doen we dijkinspectie. We zijn hier in de Pierzeelse haven. En wat gaan we doen? En we gaan inspecteren van de dijken. Op van alles en nog wat. Scheuren, hooggras, de opschot, begroeiingen, verzakkingen. En hier hebben we al een stukje opschot staan daarop. Houtopstanden. Nou, dit is opschot, een boompje. Er zitten natuurlijk wortels. En dat gaat in de stabiliteitsberm. En dat kan uitspoeling zijn als er dadelijk hoogwater is natuurlijk. Dus die moet er gewoon uit. Dit is Witworp. In de zone. Stabiliteitsberm. Lengte. Hoe lang zullen we doen? Een meter. Aantal. Hier staat er eentje. Zo'n 1 natuurlijk. Oordeel van de inspecteur. Ja, ik vind dit matig. Hier hebben we een uitspoeling. Dat is, uit het water heb je de grond meegenomen en dan valt er een gat. En dat gaat steeds verder natuurlijk. Het ziet er wel serieus uit zo. Ja, dit is een serieus gaatje, ja. Hier moeten we wat mee. Meter. Heb je meegeteld? Ik ga een foto maken. Die ga ik in de Digispectie app zetten. En dan vloeit daaruit een opdracht. Zijn hier al die problemen op 1 oktober opgelost? Nou, dat hoop ik wel, maar dat denk ik niet. Nee. Dan gaan ze dit voorrang geven. Ten opzichte van een stukje opschot. Want dit is wel een. We zitten dadelijk in het stormseizoen natuurlijk. En dan is dit wel een dingetje wat even aangepakt moet worden. Zo, op naar de volgende.